Na een gedegen onderzoek heeft het onafhankelijk kiesbureau ook de verkiezingen op resortraadsniveau in Paramaribo bindend verklaard. Het OKB heeft gisteren een mini-openbare zitting gehouden waarbij voorzitter Jennifer van Dijk Silos inging op het onderzoek dat is gedaan bij de stembureaus van Tamenga en Pont Buiten. Er zijn enkele verschuivingen gekomen in het aantal stemmen op RR-niveau, maar deze hebben geen invloed op de zetelverdeling op DNA-niveau. Op basis van het onderzoek inzake de uitgebrachte gedisciplineerde stemmen van de foutieve biljetten van de stembureaus 185 en 192 kan vastgesteld worden dat het voor de NDP op kandidaatsniveau betekent een vooruitgang met 30, terwijl voor de AWOP er een vooruitgang is met 22. Per saldo heeft de NDP door deze twee stembureaus 8 stemmen meer dan ABOP en behaalt het vereiste aantal niet om voor de 7e zetel in aanmerking te komen. De conclusie ten aanzien van resort Tamenga: indien de resultaten van stembureau 205 en 206 samengevoegd worden, kan voor Tamenga geconcludeerd worden dat er geen verschuiving plaatsvindt in de huidige zetelverdeling op RR-niveau. Hierbij wordt nog iets vermeld dat in Tamenga zijn alle 17 RR-zetels toegewezen aan de VAP, terwijl het verschil tussen naar afnemende grote gerangschikte kandidaat van de VAP en kandidaat van de NDP 224 stemmen is. Van een zetelverschuiving zou sprake zijn indien de kandidaat van de NDP per saldo meer dan 224 stemmen zou behalen. Ex-NDP-parlementariër Amsat Abdul, die de zitting bijwoonde, maakte de opmerking dat de NDP benadeeld is. Wat ik heb kunnen volgen ten aanzien van wat u hier gepresenteerd en ook bij de hertelling van de verschillende stembureaus, van de resort Pontbuiten en de resort Tamenga, zou ik bijna willen concluderen dat de grote fouten die gemaakt zijn in het nadeel van de NDP zijn gevallen. Bijna. Want waren er geen verkeerde stembiljetten op die dag verstrekt, dan had NDP een redelijke kans in beide resorten om de resorten te kunnen winnen. Als ik tenminste goed naar u heb geluisterd en de cijfers goed heb kunnen volgen, hebben we als partij de resort verloren met een zeer marginaal verschil. Resort Pontbuiten van AWOP en resort Tamenga van de VHP. Dus in Tamenga was het verschil niet zo klein als bij ABOP. En we hebben in Pontbuiten was 188, denk ik, was ook een waarschijnlijkheidsding. Ja. Weet je, maar daar, je weet niet hoe dat gestemd is, maar de methode die we hebben gehanteerd, is dat je kijkt naar degene met de meeste stemmen, je kijkt daaronder. En dan zeg je, oké, als ik alles geef aan die tweede, ja. En ik zou het niet zo willen stellen. Ik kan me voorstellen, want ik bedoel, als je verliest met een verschil van 10 of zo, zoals in Pontbuiten, is dat natuurlijk niet prettig. Jennifer van Dijk Silos, voorzitter van het onafhankelijk kiesbureau, gisteren op de mini-openbare zitting. Ze heeft de RR-verkiezingen in Paramaribo bindend verklaard.